We staan hier in een redelijk drukke winkelpassage, waar natuurlijk veel mensen lopen tijdens winkeltijden. En we gaan proberen deze passage te fotograferen zonder dat we er mensen op hebben. Dat doen we met een EOS 80D, die een zogenaamde ingebouwde bulb timer heeft. Bulb wil zeggen dat je zelf, door ergens op een ontspanknop ingedrukt te houden, zelf de sluitertijd bepaalt. En die kan dan oplopen tot bijvoorbeeld in dit geval 500 seconden. Dat doen we omdat we er een ND-filter, dat kan omdat er een ND-filter op de lens zit. En normaal gesproken zou je voor die bulbstand een afstandsbediening moeten hebben. Maar dat hebben we niet, want in de EOS 80D is die bulbstand ingebouwd. En we gaan er even naartoe. Je ziet de camera staat in B, dat wil zeggen bulb. Vervolgens gaan we even naar menu. Daar zien we de bulb timer staan. We kunnen het allemaal netjes met de hand bedienen. Op de touchscreen, prachtig. Misschien even naar de achterkant kijken. Hier zie je de bulb timer ingeschakeld. Je ziet hier een tijd staan. Nou, hier kun je de tijd instellen, dat hebben we al ingesteld. Het moet ongeveer 8 minuten worden. Oké. En het enige wat we nou direct hoeven doen is op de ontspannen drukken. En dan zien we op het display hier bovenop de 500 seconden die we ingesteld hebben netjes aftellen naar 0. En na die 500 seconden sluit de camera automatisch de opname af. En dan hebben we een bulbopname gemaakt. Nou, je ziet hier een hoop mensen. En we gaan nu maar eens op de knop drukken om deze opname te maken.